Bom dia. Welkom weer bij de nieuwe week en een nieuwe vlog van Ambassador. We gaan weer op pad vandaag. Ik ben weer begonnen op Brakke Put vandaag. Heerlijk opgestaan hier en ik sta op de Colorful Escape, dat is de gele in dit geval. Prachtig appartement, één van mijn favorieten. Als je hier ook een beetje rondkijkt, dan snap je misschien wel waarom. Lekker felle kleuren en een prachtig uitzicht, een mooie ruime porch. En vanaf deze mooie locatie gaan wij weer een dagje op pad met z'n allen. En het leek me leuk om vandaag een dagje strand te doen. Maar dan niet de gebaande stranden die iedereen kent. Maar een beetje van de gebaande paden af en eens kijken wat er nog meer te doen is. Dus dat is vandaag het plan. We gaan zo op pad. Ik zal even wat spulletjes bij elkaar zoeken. En dan gaan we richting Willemstad, want daar is de eerste strand, midden in het centrum van Willemstad. Misschien voor velen een verrassing, maar daar gaan we als eerste naartoe. Ik zou zeggen, volg mij en we gaan op pad en we gaan wel nu. Oké, nu gaan we echt. En dan zijn we beland op het eerste strand van vandaag, Directors Bay, directeurs bij. Op het schiereilandje gelegen van Curaçao tussen Jan Tiel en Santa Barbara. En dit was vroeger het strandje van de directeuren van de Shell. Hier zie je ook nog wat geschiedenis van die periode. Heerlijk klein strandje en openbaar nu voor iedereen toegankelijk. En hier kun je heerlijk snorkelen en duikelen. Echt een populaire plek daarvoor. Er zijn geen faciliteiten, dus je neemt gewoon je eigen spullen mee. En dan kun je hier een heerlijke dag vertoeven. Er zijn wat palapas dat wel en wat tafeltjes. Maar ja, die zijn snel bezet uiteraard. Maar dit is echt zo'n plekje wat niet iedereen weet, niet iedereen naartoe gaat. En ik zou zeggen, doe dat wel, want dit is echt heel mooi. En ik zou zeggen, op naar het volgende strandje. Ja, en dit is dan echt een verrassing. Tenminste, voor mij een grote verrassing. Mariachi Beach. Mariachi Beach ligt midden in Willemstad, in Punda. En je zou het niet zeggen, maar je rijdt het centrum in en achter het kerkje loop je zo het strand op. En dit is heel populair onder de jeugd die hier na school komt liggen. Maar ook als je s'avonds wat te veel gedronken hebt in het lokale café, dan kun je hier nog even lekker afkoelen in zee. Dat wordt ook veel gedaan. Echt even een aanrader om een keer te gaan kijken. Het is niet het grootste strand van Curaçao, maar wel leuk om eens een keer lokaal wat rond te kijken. Dus dat is het volgende aanrader. Ik laat jullie even zien hoe het hier eruit ziet. En dan is het op naar de volgende. Tot zo! Ja, en dan zijn we aanbeland bij het laatste strandje wat ik jullie vandaag wil laten zien. Zoals gezegd, Curaçao heeft heel veel stranden, dus ik hou het bij drie vandaag. Dus Playa Parasasa, net buiten Willemstad bij Pescadera. Heerlijke omgeving, lekker makkelijk parkeren, dus je pakt de auto, je rijdt erheen. Er zitten allemaal restaurantjes omheen. Je kan een lekker pizzatje halen bij Tomedo's, wat hier verderop zit. Dan eet je dan heerlijk op aan het strand. Ja, dit zijn van die stranden waar niet iedereen komt en waar je toch eens een keer zou kunnen gaan kijken. Er zijn wat palappas bij, geen bedjes, dus je moet zelf wat dingen meenemen. Dan heb je een heerlijke dag. Dus dit was wat ik jullie vandaag wilde laten zien. Ik zou zeggen tot volgende week, tot bij de Ambassador, tot snel. Hi! Bedankt voor het kijken. Volg ons ook op de social media. We zijn te vinden op Pinterest, Instagram, LinkedIn, Facebook, TikTok en uiteraard YouTube. Wil je ons helpen ons kanaal te laten groeien? Like en deel dan dit bericht of abonneer je op ons kanaal. Dankjewel.